Fireball. Wanneer besloot jij vuurspuwer te gaan worden? Een jaar of 10 geleden. Ik vind het leuk om mensen te entertainen. En ik zag in de kroeg dat veel mensen eerst een flink bakje op hadden. En dan dachten van, hey, we nemen een fles lampenolie. En oh shit, overnul. En ja, daar gebeuren nogal vrij veel ongelukken mee. Niet zo'n goed idee. Nee, inderdaad. Ik dacht van, nou weet je wat, ik ga workshops organiseren. Vrijgezellenfeesten, verjaardagen en evenementen. En hoe is het om hier op het Gebroeders van Limburg Festival te staan als vuurspuwer? Ja, het is echt een heel leuk evenementje. Of evenement zelfs, het grootste van Nederland. En je komt een heleboel bekenden weer tegen elk jaar weer. En vuurspuwen in de middeleeuwen, hoe ging dat eraan toe? Waar gebeurde dat? Toch de grotere feesten, kasteelheren, die echt grote feesten gaven, grote vuurwerkfeesten ook, die echt dagen doorgingen. En ja, goed, het is natuurlijk vrij moeilijk om echt uit te zoeken wat ze gebruikten, maar we weten de oliën die ze hadden. En de meeste gebruiken we niet, die zijn gewoon te gevaarlijk. We gebruiken een veel veiligere olie. Maar ja, het effect is hetzelfde. En nu ga ik zo van jou een lesje krijgen. Is het gevaarlijk? Moet ik bang zijn dat ik straks niet helemaal heel thuis kom? Nee, want ik weet precies wat jij niet moet doen en ik ga je op de gevaren wijzen. Maar ja, het is... Ja, het is, je weet nooit. Ja, het is een gevaar. Nee, maar het is vuur, het is gevaarlijk. Vandaar ook deze workshops. Nou ja, we gaan er gewoon vanuit dat het goed gaat. Het gaat goed, zeker weten. Vertel, hoe gaan we beginnen? We beginnen met een stukje veiligheid. Vuur wil altijd met de wind mee. Vuur wil omhoog. Dus dat zijn gewoon twee dingen die we alvast mee moeten pakken. Je krijgt straks een fakkeltje in je hand. Aan het fakkeltje kan je al zien, het vlammetje gaat van je af. Mm-hmm. Dan zijn we goed bezig, komt het naar je toe. Dan draaien we even om. Oké. Okay. En dan gaan we die kant. Daar let jij op. Want... Daar, nou, daar, ik ga erop letten, maar... Daar moet jij ook op letten. Oké, jij is goed. Hey, jij hebt het fakkeltje vast. Je hebt twee vlammetjes geblazen. En je ziet ineens, het vuurtje gaat de andere kant op. Ja. Neem je tijd, stap je opzij en ga die kant op. Oké. Gewoon altijd rustig blijven. Ja. Het vuur wil omhoog. Dus probeer ook een beetje dat te doen. Oké. Ga niet dat doen. Ja. Je spuugt gewoon. En alles komt goed. Je neemt een flinke slok. Ja. En je doet echt krachtig... Ja. En op het moment dat je klaar bent, dan abrupt stoppen. Oké. Dus gewoon echt probeer een korte vlam te maken. Oké. Ja. Korte vlam is wel meteen de moeilijkste vlam, maar hij is wel de veiligste. Want als jij meteen een grote vlam gaat maken en je komt aan het einde van je longinhoud, dan ga je minder hard blazen en dan komt die vlam naar je toe. Oh, mijn gezicht. Dan denk je weer, dus dan blijf je aan de gang en dan komt die vlam steeds dichterbij. En die vlam die kan echt je lippen raken. Niks aan de hand. Ik ben niet zo handig, maar dat maakt... Nee, is niks aan de hand, maar het is wel verschrikkelijk eng. Niks aan de hand, het is wel verschrikkelijk eng. Nee, er gebeurt niks. Maar als dan een foto wordt gemaakt, heb je wel echt een waanzinnige foto. Oké. Nou ja, ik ben benieuwd. We beginnen met water. De olie op zich is niet zo heel erg brandbaar. Die moet heel goed verneveld worden. Mm-hmm. Wat we doen, gaan eerst gewoon even een paar keer oefenen met water. Dan komt iedereen zo kijken van, kijk die nou. Wat is die nou aan het doen? Als je dat door hebt, dan pakken we een beetje melk. De melk is lekker vettig, dus als we daar een paar slokjes van nemen, dan mocht je dan wat toch naar binnen krijgen, dan is je slijmvlies en je maagwand is een beetje beschermd. En als je dan met melk ook nog even een keertje spuugt, dan kan je echt zien van, zie je druppeltjes of zie ik een nevel? Ja, en dan, vanaf daar kunnen we zeggen van, nu gaan we echt de olie erbij pakken en dan zal je zien, iedereen kan vuur spugen. Ja. Oh, dat kan ik wel, denk ik. Oh, wacht. Nee! Nee, wat doe ik? Doe jij nog eens? Oh, wacht. De vlam krijg je toch wel. In de vlam krijg je toch wel, Dankjewel. Gewoon opdrinken. Kijk. Fireball. Ja.
Dank je. Oh, dat was niet zo ver. Wow.